van het moment dat je dat 5 wedstrijden maakt, mocht je geen inschrijfgeld meer vragen. Dus dat is een heel andere rekening. Benieuwd of dat zal lukken. Terwijl we nu gaan beginnen aan het le moment suprême, zeg maar, van deze wedstrijd, van deze grote prijs van de jumping van Antwerpen. Een barrage tussen twee Belgen, Dominique Hendricks en Pieter de Vos. En Dominique Hendricks, hij mag, of laat ons maar zeggen, moet de spits afbijten. Beetje ondankbare taak, maar hij kan het. En de organisator, je hebt hem net gehoord, hij mikt op Dominique Hendricks, omdat hij snel is, ervaring heeft. En applaus voor Dominique Hendricks. Dominique moet snel gaan, zonder te overdrijven. Hij moet proberen zeker foutloos te blijven, want anders is het al voor een stuk gedaan. Dus hij moet proberen foutloos te blijven en snel gaan, zonder overdreven risico's te nemen. Omdat dan legt hij toch volledig de druk weer bij Pieter, die dan verplicht is om sneller te gaan. Benieuwd. We zijn begonnen. Dit paard is ook een relatief jong paard, het is maar 8 jaar. Dus het paard van Pieter heeft meer ervaring, die hebben ook als combinatie meer ervaring al. Hij is traag begonnen, maar gaat nu een beetje sneller aan. Maar zoals ik zei, hij neemt geen overdreven risico's. Heel goed. En nu nog naar de laatste. 11B. Ja. En dat doet hij heel keurig, heel foutloos vooral. Heel belangrijk. Hij heeft het helemaal gedaan zoals hij het moest doen. Dus de druk ligt nu volledig bij Pieter, want Dominique is niet heel, heel snel. Maar toch, ja, Pieter gaat toch moeten sneller doen en foutloos blijven. Dat 25-40, dacht ik. Nee, het gaat meer zijn. Nee, meer. Ja. Maar wij zien het scorebord van hier niet. Dus, nee. De tijd is 32-25. 32-25. En dat is dus inderdaad de tijd die moet worden verbeterd door Pieter de Vos. Want Dominique Hendricks dus een verdiend applaus voor de winnaar van de Jumping Grote Prijs van Antwerpen editie 2008. In het unieke decor, u ziet daar nog die kranen daarachter. En met de Brabassonne, het Belgische volkslied, neem ik afscheid van Peter Possemans. Bedankt voor het deskundige co-commentaar. En neem ik ook afscheid van u, beste kijker, nog een prettige zondagnamiddag.